Hele mooie plaat, hè? Wiltura. En omdat ik Vlaming ben. Wel, Pieter. Ik wou het ook nog even hebben. Ik heb het ook met de andere partijen over gehad. Trouwens, onze Melissa Duchossois ook vorige week zondag. Samen met ons Kirsten. Ja, die veiligheid. Is dat ook een belangrijk punt voor jullie? Veiligheid is van in het begin van onze partij, van bij het bestaan van onze partij, zeer belangrijk. Natuurlijk, veiligheid is een zeer ruim iets. Dat wordt heden de dagen deels terecht, maar ook deels onterecht of buitenproportioneel teruggeleid naar verkeersveiligheid. Wat uiteraard ook belangrijk is, maar bij veiligheid merken we toch wel dat er veel grotere en uitdijnende problemen zijn. En dat is dan natuurlijk de klassieke veiligheid op straat. Mm-hmm. Ja, het meest recente voorbeeld waar we helaas moeten naar terugverwijzen is het geval van het meisje uit Antwerpen, Julie van Wespen, die op een tragische manier om het leven gekomen is door een persoon die daar eigenlijk niet had mogen lopen. En dat is alleen door een falend justitiesysteem dat die persoon daar liep. Dat is niet door een onoplettende agent geweest, zoals in de tijd van de zaak Dutroux, maar dat is gewoon door een falend systeem geweest. Dus wat zou jij doen? Wel, in eerste instantie. Moest je in dat geval geweest zijn, wat zou jij gedaan hebben? In het geval van? In jouw visie over... Mijn over, visie? Ja. Uiteraard moeten mensen... Ten eerste is er een gebrek aan gevangenissen, dus dat is al decennia lang een probleem. Daar moet veel meer prioritair werk van gemaakt worden. Gevangenisstraffen moeten ook effectief uitgevoerd worden. Maar mensen die nu vroegtijdig vrijgelaten worden, zoals de moordenaar van Julie van Espen, die is vroegtijdig vrijgelaten omdat hij zogezegd, dat was het sterkste, geen kans op dat er geen vluchtgevaar was. Maar er was wel recidivegevaar. Dus mensen met een recidivegevaar moeten even goed vast blijven, in voorlopige hechtenis blijven, dan mensen die vluchtgevaar hebben. Zeker in een geval van zedenfeiten als dit, is gevaar toch niet min, vind ik. Mm-hmm. En de noodlottige afloop bewijst dat helaas. Oké, ik wil het ook nog even hebben over het klimaat. Is dat ook een belangrijk punt in jullie partij? Wel, we kunnen daar uiteraard niet omheen, maar we moeten daar ook wel ernstig in blijven. Het klimaat is een gegeven, daar ben je niet voor of tegen, dat is er. Dat is door de geschiedenis geen altijd gewijzigd. We hebben ijstijden gekend, er zijn dinosaurussen uitgestorven en zo verder. Wat niet wegneemt dat de mens daar een zekere invloed op heeft. De Vlaming is dan maar nog een zeer klein deel van de wereldbevolking, heeft daar ook een invloed op. Maar we moeten dat ook niet overdrijven en ons vooral ook niet laten angst aanjagen door pubers zoals de klimaatspijbelaars en zo verder. We moeten dat wel op een ernstige, volwassen manier bekijken, naar de juiste perspectief inschatten en de juiste maatregelen nemen. Mm-hmm. En dat doe je niet van vandaag op morgen. Ik geef jou een voorbeeld. Wij moeten onze auto's hier verkopen. Het feit dat ze te veel CO2 uitstoten en wat weet ik allemaal. En die auto's die worden dan verkocht naar Afrika bijvoorbeeld. En daar mogen die auto's dan weer rijden. Ja, dat is natuurlijk... Dan moet je mij toch wel eens uitleggen wat het verschil is. Dat is iets dat u met de woorden uit de mond neemt. Een vraag die je moet stellen aan mensen van partijen als Groen en SPA en zo verder. Want wij vinden, dat is ook een van die hypocriete toestanden, zoals er vele zijn, die wij aankaarten. Het is niet omdat u de vuile lucht die je hier uitstoot in Gent of Aalst, dat die, als die eens op een vervuilende boot naar Afrika vertrekt... Ja, dat die of vuile een lucht ander land, hè. Dus, nee, maar is het meest courante voorbeeld natuurlijk. Mm-hmm. Dat is inderdaad de hypocrisie zelf. Hetzelfde met het plasticverbod, die nu niet rechtstreeks verbonden is met het klimaat, maar 95% van plastic in de oceanen komt uit de 6 of 7 vervuilendste rivieren ter wereld en daar is geen enkele Europese bij. Dus... We zijn toch een beetje bezig, of de klimaatlobby zal ik zeggen, is toch een beetje bezig om ons een massaal schuldgevoel aan te praten. Mm-hmm. En dat is een beetje overdreven. We moeten het juist inschatten. Dan wil ik het ook nog even hebben. Ja, ook iets wat in het nieuws al een paar dagen geweest is. Trouwens vorige week nog. Dan heb ik het over, ik haal maar aan. Die pensioenleeftijd, die verhoging van die pensioenleeftijd, die voorzitter Bart De Wever van N-VA wil toch wel doorbrengen naar de komende jaren toe. Wat is volgens jou daar jouw visie over? Wel, dat de partij van meneer De Wever zich de voorbije jaren meer als een nieuw liberale alliantie gedragen heeft in plaats van een nieuw Vlaamse alliantie, is voor velen en voor zeer veel mensen ondertussen duidelijk.
Ook dit is een van die zaken die daarop wijzen. Het langer werken. Mensen worden ouder, dus moeten langer werken. Dat is een redenering die tot op een zeer bepaald niveau opgaat. Maar toch wel een beetje kort door de bocht. Ik vind vooral dat mensen moeten een pensioenrechten opgebouwd zien worden op basis van anciëniteit, niet op basis van leeftijd. Als je op 16 jaar deeltijd begint te werken in een zware sector als de bouw of wegenwerken en zo verder, er zijn er helaas genoeg voorbeelden van zware werken, dan vind ik dat die mensen dat onmenselijk en onrealistisch is dat die tot hun 67 jaar blijven voortwerken. Mm-hmm. Dat kan niet. Dat kan in theorie wel, maar in praktijk is dat inhumaan. Dus daar zijn wij absoluut tegen. Oké. Okay. Pieter, straks dan gaan we nog twee vraagjes hebben. Maar ik vroeg jou nog een tweede plaat, die jou waarschijnlijk ook nauw aan het hart ligt. En waarom ook die plaat? Je mag ze zelf aankondigen en waarom? Wel, dat is de plaat minder bekend hier in Vlaanderen. Het is een Italiaans nummer van Lucio Battisti. En dat heet I Guardini di Marzo. Dat is uiteraard een Italiaans. Italië is dan ook mijn favoriete vakantiebestemming. Ik vind het een prachtige taal. Mm-hmm. Het is ook het land waar Matteo Salvini van onze zusterpartij De Lega minister van Binnenlandse Zaken is. En die dus bewijst dat een streng asielbeleid en terugkeerbeleid in praktijk wel kan werken. Helaas zijn er hier tegenstanders zoals Theo Franken en zo verder, die zeggen dat onmogelijk is, dat ze gebonden zijn aan alles en nog wat. Maar collega Salvini bewijst dus dat wel kan. Maar het is ook een zeer prachtig nummer, omdat het refereert naar de lente en ook de pracht van de Italiaanse natuur. Het is eigenlijk ook een beetje een nationalistisch lied. Okay. De familie, het gezin, de bergen, de rivieren, de blauwe rivieren, dat is... Het streelt mijn nationalistische ego. We gaan dit eens naar luisteren, Pieter. Dank je wel.